Vanavond hebben we het eerste stadscafé in Almelo. Dat zijn cafés die worden in heel Overijssel georganiseerd. In samenwerking met de provincie, Citymops, met de gemeente en Almelo promotie. Er is al een stadscafé geweest in Zwolle en in Hengelo. En dit is de eerste keer in Almelo. We wonen aan de zogenaamde wandelende funshopper. En het winkelerf werd geboren in heel Nederland en ook in Almelo. Nou, we hopen dat mensen meedenken. Er zijn vanavond 4 pitches gehouden. Een pitch over de woonboulevard, een pitch over de ontwikkelingen in de binnenstad. Wat moet er gebeuren op de plek tegenover Talamini en what's next for next? En nou, zoals je ziet zijn er Almeloers, raadsleden, wethouders, scholieren, studenten aanwezig. Iedereen was uitgenodigd om mee te denken over een probleem. En we hebben ook vanavond leren omdenken om te kijken naar kansen met elkaar. Was het nodig, dat omdenken? Nou, ik vond het een leuke omdenkkliniek. En je merkt zelf allemaal dat je in je eigen gedachtenpatroon zit. En dat iedereen denkt wellicht in een probleem, maar die zijn er helemaal niet. Kijk met elkaar naar de mogelijkheden. Degene die daar maar even zit met 10 euro in een potje doen. Daarvoor ga je het eind van maand lekker met z'n allen met Tim naar de Chinees. Ah. Maar niet van, ja, maar ik hou eigenlijk helemaal niet zo van Chinees. Dus meteen je eerste tip. Ik wens jullie een hele inspirerende dag.